Hallo, ik ben Anneke Wittemans en vandaag ga ik het hebben over iets delicaats. Ik ga vertellen over de tepels. De tepels, de borsten en de boezem. En wat ogen daarmee van doen hebben. Tepels. Het woord zegt het al. Ik dacht vroeger dat het tempels waren. Zijn hele fijne radertjes waar je hele fijne energie mee ontvangt en uitstraalt. En in onze cultuur is het niet zo actief, maar eigenlijk zijn het net zoals ogen, zijn het twee hele delicate, sensitieve zintuigen. Waarmee je verfijning en welzijn de wereld instraalt. Het is niet voor niks dat je een kind in je arm neemt om te troosten. Het is een plek van troost, van verbinding, van welzijn, van vrede. En die tepels die zeggen tiet, die stralen verfijning uit. En het is niet voor niks dat mannen ogen aangetrokken worden. Aangetrokken omdat borsten zijn hemels. Ze willen die verfijning proeven. Die hemelse verfijning die daar uitkomt en inkomt. Wij vrouwen zijn niet zo gewend meer om onze boezem te dragen als een schat. Als een snoeptafeltje. Als een plek waar wij welzijn de wereld in stralen. Zeker niet als we mannen afkeuren dat ze überhaupt gewaar zijn dat er tepels zitten. Mannentepels zijn ook sensitief. Daar is niks mis mee. Ook zij hebben daar radars zitten. Daarom weten ze het misschien ook veel beter over die verfijning. In onze puberteit waren wij een beetje ongemakkelijk. Hoe moet ik me verhouden? Zeker als ze groot zijn of als ze klein zijn, dat maakt niet uit. En in die periode kunnen we eigenlijk niet zo goed verdragen dat mensen met hun ogen op onze tepels kijken. En hier zit ook eigenlijk het ongemak. Weet je dat vrouwenogen, wij krijgen energie van de aarde en dan komt het uit onze ogen uit. Het zijn net wapens, ze zijn scherp, ze zijn poef. Blikken die kunnen doden. Terwijl mannenogen die zijn innemend, die nemen in, mannen kunnen ook uren tv kijken. Dus als mannen proeven, gewaar zijn van de hemelse borsten, van de hemelse tepels, zit daar geen oordeel aan. Het is geen wapen, het is een verlangen naar voeding, een verlangen van voeding, van verfijning, van hemelse energieën. Wat zou het mooi zijn als wij vrouwen weer rondborstig verfijning de wereld in kunnen stralen. En dat mannen mogen genieten. Volgens een geriater scheelt het genieten van borsten voor mannen 20 minuten per dag. Gewoon willekeurig gewaar zijn van tepels en borsten. Een enorme hoeveelheid procent hart- en vaatziekte. Dus mannen en vrouwen... Heb een vrije boezem, een voorkamer van het hart die stralend is, ontvangt en verfijningen draagt. In vrede, een boezem in vrede. Ik gun het jou ook. In de volgende video vertel ik meer over de boezem. Tot dan!